Driessen staat bekend als kunstenaarsdorp. En inmiddels doen de andere kernen daar niet voor onder. De gemeente draagt dat ook uit met de slogan Ruimte voor meesterwerken. Met diverse galeries en vele tientallen kunstenaars als schilders, beeldhouwers en bronschieters zet kunst onze gemeente stevig op de kaart. Gerenommeerde kunstenaars als Henry Hess, Frans Manders en Jos Leurs hebben hun sporen ruimschoots verdiend met hun meesterlijke werken die door het hele land verkocht zijn en zelfs daarbuiten. Het evenement Kunstsmullen trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers van jong tot oud, die ieder op hun eigen manier genieten van het kunstaanbod in onze gemeente. Kasteel Heze is een eeuwenoud monumentaal kasteel dat als een van de weinigen in ons land nog bewoond is. Bezoekers kunnen het prachtige kasteel bekijken en er zijn rondleidingen onder deskundige leiding van een gids. Verder is de gemeente rijk aan vele tientallen monumenten en monumentale panden die daardoor beschermd blijven voor de toekomst. Zoals de pastories, de kerken en het oude postkantoor in Heze. Maar ook enkele monumentale boerderijen op Leenderstrijp. En wat te denken van de rijksmonumentale molen Sint-Victor in Heze, waar op zaterdag wordt gemalen en bezoekers welkom zijn. De rijke geschiedenis die Heze Leende heeft, wordt versterkt door de diverse gilders en schutterijen die Heze, Leende en Leenderstrijp hebben. Eeuwenoude tradities worden in stand gehouden en regelmatig kun je deze gilders in het straatbeeld zien met vaandels, trommen en bazuinen, in traditionele klederdracht of bij de schietwedstrijden die zij organiseren door het jaar heen. Uiteraard wordt er ook in onze gemeente carnaval gevierd. 5 carnavalsverenigingen hebben jaarlijks een nieuwe prins of prinses en een uitgebreid carnavalsprogramma voor jong en oud. De carnavalsoptocht in Leende behoort tot de grotere in deze regio en is echt meesterlijk om te zien. De 3 dorpshuizen in Heze, Leende en Sterksel bieden onderdak aan de vele tientallen verenigingen die onze gemeente rijk is. In de dorpshuizen is vrijwel dagelijks een aanbod van film, expositie, muziek of cabaret. Heze-Leende heeft dus een lange, eeuwenoude meesterlijke geschiedenis. Met kunst, folklore, gilders en heeft een rijk cultureel aanbod voor haar inwoners en de toeristen.